Ik neem een heleboel mee naar vandaag. Het was echt een mooie middag. Ik denk dat Econetic een heleboel heeft bereikt al in de afgelopen 5 jaar. Daar feliciteer ik ze van harte mee. En wij hebben ook heel prettig samengewerkt bij One Planet Crowd. Een project gedaan met Econetic. Wat ik meeneem is dat ja, het vooral in het laatste deel ook van vanmiddag heel erg ging over hoe overkom ik de problemen die er komen kijken bij de duurzame energietransitie. En een van die problemen waar wij ons op richten is de weerstand die er ontstaat bij burgers bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. En wij nemen die weg door mensen te laten participeren financieel via crowdfunding. En we zien dat dat heel erg helpt om weerstand te verminderen bij projecten. De betaalbaarheid is heel belangrijk. De betaalbaarheid komt niet uit de energierekening, maar wel uit gewoon het groeien van de maatschappij naar iets wat ja, voor onszelf en voor onze kinderen hartstikke leefbaar is. En dat stap voor stap doen, hè, dat begint met mensen die gewoon iets gaan doen. En dat is denk ik de transitie die niet snel gaat, maar onstuitbaar is. En die is nu al echt in beweging. Dat zie je overal. Hè? Dat zie je met zonnepanelen, dat zie je met windmolens, dat zie je met warmtenetten. Maar dat zie je ook met de financiële instrumenten, zie je dat ook terugkomen. En dat, ja, als dat blijft hangen, en dat is nu niet meer weg te denken, ja, dan gaat dat stap voor stap gaat dat wel gebeuren. Daar geloof ik echt in. Er wordt heel veel gesproken over financiële participatie. Ik denk persoonlijk dat het om andersoortig participatie moet gaan. In mijn project, een toegankelijk zonnepark, hebben we bijvoorbeeld Buurman Dolf. Buurman Dolf opent en sluit elke dag het solarpark. Heeft daar geen enkel belang bij, althans geen financieel belang, maar puur het belang om mee te doen. En hij wil bijdragen aan de energietransitie. Voor mij is een energietransitie succesvol als uiteindelijk op termijn, en ik denk dan in 2035, we echt energie-neutraal allerlei dingen doen die we leuk vinden. En alles wat daartoe bijdraagt is voor mij een succesvolle energietransitie. En dat gebeurt vaak met kleine stappen, soms ineens grote stappen. En soms met laaghangend fruit, zeg ik maar, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Want er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Maar het is wel belangrijk om die stappen te zetten, want anders kom je er niet in, ik zeg toch maar 2035.